Hartelijk welkom hier bij het Amazon Prime Video Nederland kanaal voor een nieuwe aflevering van Koken met Roelie, de filmeditie. Na de vorige aflevering hebben jullie natuurlijk allemaal het gerecht nagemaakt en de complimenten stroomden binnen. Dankjewel. Ja, fantastisch. Het was ook wel een culinair hoogtepuntje. Maar vandaag moet het allemaal even een beetje anders. Er zijn namelijk twee problemen. Probleem 1. Ik ben verkouden, want ik heb te weinig vitamintjes gegeten. Er zat natuurlijk bij dat lamsrekje helemaal geen vitamintjes. En ik vond het zo lekker. Ik heb de afgelopen 6 dagen ook dat gegeten. En probleem 2, mijn gast van vandaag, een beetje pijn aan zijn kiezen. Dus die kan ook niet zo goed kauwen. Nou, dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. Ik heb er een oplossing voor bedacht. En dan wil ik jullie ook gelijk voorstellen aan mijn gast van vandaag. Het is een van mijn beste vrienden weer. En hij heeft een cadeautje voor me meegedacht, zie ik. Wat lief! Ik heb een mooie kaars met kandelaar. Je hebt de power kandelaar van mijn vriendin meegenomen. Die heeft jouw vriendin uitgezocht? Nee, die heeft ze gekregen van mijn moeder. Ik weet vrij zeker dat de familie om mij heen een complot heeft om zoveel mogelijk lelijke dingen in mijn huis binnen te krijgen. Dit is echt verschrikkelijk. Nou, ik zet hem weer even weg. Ja, goed. Mensen, Koen van de Bankzitters, geef hem een applaus. Hey, dankjewel. Je vertelt het al, mijn kies, dat is echt niet best. Jij gaat morgen geopereerd worden. Ja, nou, ik ben echt bang. Alleen, ik heb zoveel pijn in mijn kies, maar ik heb gehoord van de dokter, ja, je overleeft het wel, maar je moet wel echt groente eten. Gezond, dus hopelijk heb je goed nieuws voor mij. Ik heb ontzettend goed nieuws. Nou, en vertel. Dat heb ik helemaal gebaseerd, dat recept, op de film die een paar dagen geleden, 21 augustus, is uitgekomen op Prime Video, namelijk The Green Knight. Ja, die ken ik. Het is een nieuwe film die dus op Prime Video komt en het is gebaseerd op een ridderroman. De neef van King Arthur, Garwin. Neef of niffo? De niffo van Kinga Arthur. Ja. Die wordt aan tafel gevraagd bij King Arthur. En King Arthur vertelt aan hem, vertel je mooiste ridderverhaal. En hij bedenkt zich, ja, ik heb eigenlijk nog helemaal niks meegemaakt hier, want ik zit hier in mijn slotje en alles en er gebeurt helemaal niks. En op dat moment komt The Green Knight binnen en moet hij op avontuur om zijn eigen ridderverhaal te verzinnen en om zijn leven misschien wel te redden. Maar goed, dat ga ik niet te veel spoilen. Nee, niet te veel spoilen. Je hebt nu al veel gezegd, hoor. Nee, ik heb een gerecht uitgekozen en ik had eerst het idee doorgestuurd dat ik uit de serie of uit de film zelf had gehaald. En dat is namelijk dat hij op een gegeven moment echt helemaal verdwaald is en dan paddenstoelen eet. En dan op een gegeven moment allemaal dingetjes of zo. Wat in de middeleeuwen, daar speelt het zich af, vaak werd gemaakt, waren stoofgerechten. Dus aardappelgroenten en lekker stoofvleesje. Stoofvleesje. Alleen dat moet heel lang koken. Dan ben je echt wel 5, 6, 7 uur aan het eten. En jij bent natuurlijk een jonge, drukke, hongerige ondernemer. Ja, en 7 uur, what the fuck, daar kan je echt heel veel in doen. Ja, nee, dus wij gaan nu iets maken dat je binnen een half uurtje op tafel zet. Wij gaan even naar het stukje kijken waarin die champignon eet. En met de Green Knight is het vooral zo dat het dus heel van die filmografische scènes is. En hier chapt hij op een gegeven moment paddenstoelen en dan gaat het helemaal fout. En dan ziet hij zijn handjes zo bedekt worden. En daarnaast ziet hij nog reuzen en vossen en swingende kasteeleigenaren. En ja, dat is onderdeel van de... Swingende... ja. Nee, is er nog bij pas een biertje bij? Daarvoor kwam ik eigenlijk. Nee, je komt niet voor een biertje. Nee. Je mag een glas water mag je drinken. Wij gaan shakshuka gaan we maken. En het is eigenlijk een gerecht dat een beetje uit het Midden-Oosten komt van vroeger. Ja. Maar het is een gerecht dat je op een bepaalde manier ook moet stoven. Ben je stil? Ook dan even dat ik iemand kaasje hoorde spelen. Ja, ik mag geen fatu, maar vertel verder. Kaasje is de app die Koen zelf heeft bedacht. Download hem zeker even. Ja, leuke app. Vertel verder. Shakshuka is een gerecht dat uit het Midden-Oosten komt. En dat is eigenlijk het stoven van de groenten. Oh. Dus wij gaan een één pan shakshuka maken. Oh, we snijden heel veel groenten in fijne stukjes, omdat jij niet hoeft te kauwen. Doen we redelijk wat kruiden bij. Lekker. Andere lekkere dingetjes erbij. Feta kaas. Dit is dus niet vegan, mensen. Nee, maar dan komt ook ei erin. Dat is de finishing touch. En dan een lekker broodje erbij. We moeten die groenten allemaal snijden. Het is echt heel weinig werk. Ja, wacht er maar lekker af, jongen. Het is fantastisch. Heel weinig werk. Het is heel weinig werk, want je hoeft het alleen te snijden. Je hoeft niks te koken. Je kan niks verpesten. Je kan niks aan laten branden. Noem maar op. Daarom heb ik het uitgekozen, want jij kan eigenlijk gewoon niet koken. Oké, dat is echt onaardig. Laten we dan maar beginnen. Dan zou ik dat laten zien. Hoe ik deze champignon snij. Nou, wat wil ik snijden? Doe ik even zo tak. Doe je stinkende vingers of niet? Nee, liever niet. Dan doe ik de knoflook wel. Doe ik de ui ook wel. Doe ik wel de paprika. Doe jij de paprika en de aubergine? Ik heb dus een tactiek voor een paprika. Hoe wil je het hebben? Blokjes of... Blokjes. Oké, ik heb een handig afgeklaarde blokjes, zodat jij het in je mond kan stoppen. Ja, kijk. Op, kijk, je doet het zo. Oh, ik ga iets leren nu. Dat is fantastisch. Want kijk, je wil natuurlijk wat harder uit, hè? Ja. Oh, kut. Dat maakt het niet uit. Kijk, let op en denk je van, dat is onhandig. Oh, wat handig! Want dan gooi je pitjes in één keer uit de paprika over de vloer. Oh, dat is echt een goede tactiek. De volgende keer ga ik dat ook doen. Hey, jij was in Venetië met je liefdallige vriendin. Zal ik even vertellen over mijn vakantie? Ja, doe maar gezellig. Weet je, we hebben de tijd. We zijn lekker groente aan het snijden. Ik ben dus heel het jaar echt hard werken en hongerig ook en zo. Ja. Ondernemend. Nou, ja, ondernemend. Dus ik dacht even lekker een weekje op vakantie. Ik proef even de paprika.
Ja. Heb je je weer terug? Nou, hallo, nu ga je mijn verhaal over spoilen. Mensen, ik dacht eigenlijk van, ik ga lekker op vakantie. Nou, dus ik op vakantie, helemaal lekker. En na de eerste dag, ik voel me gewoon niet zo lekker. Dus, nou, weet je, ik dacht, wat zal het nou zijn, joh, degene. En na 3 dagen bleek het dus dat ik in Italië dus ja, ziek was. Corona. Dus toen ben ik dus mijn reuk en bijna mijn hele smaak kwijtgeraakt. Toen ben ik hier aan het koken, maar ik ruik dus letterlijk helemaal niks, wat heel raar is. En als je zeg maar niet kan ruiken, dan proef je ook een stuk minder. Dus ik zit hier nu zeg maar te koken, maar het interesseert me eigenlijk geen ene donder wat we eten, want ik smaak ik proef het toch niet. Al geef je mij een bord stront. En toen, nou je gelooft het niet, omdat je natuurlijk ziek bent, dan is heel je immuunsysteem een beetje zwak. En ik heb dus een verstandskies die een beetje moeilijk aan het doen is, dat ik vorig jaar al last van. Maar toen, ja, ik ben zeg maar te pushen om het te laten opereren. Dus toen kreeg ik weer last. Nou, ik was echt niet normaal, ik kon mijn mond gewoon niet meer open doen. Dus ik ben 7 dagen naar beneden geweest en 6,5 daarvan heb ik me echt kut gevoeld. Maar gelukkig ben je nu weer hier. Ja jongen, en hier leuk man. Lekker koken man, happata. Van vroeger. Zo, ik heb de laatste tijd dus, en ik weet niet wat het is, maar ik denk dat de reuma nu al begint toe te slaan. Ik jank alles omver. Ik heb dus echt, dan heb ik een glas wijn vast of zo. Nou, en dan zit ik gewoon en dan jank het omver. Maar het erge is, dat op een verre niet zo erg, maar dan probeer ik het te redden. En omdat je het redt, komt er zoveel stroming in het wijn dat het allemaal eruit jankt. Dus dan red je het eigenlijk helemaal niet. Maar dan had ik dus net ook weer met een stukje paprika. Paprika gesneden. Ben je lang mee bezig geweest? Nee, vooral mee. Aubergine? Ja, dat was wel heel snel. Aubergine? De knoflook? Als je mij nu vraagt welke kleur de aubergine van binnen is, ik heb geen flauw idee. Weet je dat echt niet? Nee, want ik kan het gewoon niet. Ik heb best vaak aubergine gegeten. Maar ik denk groen? Bruh. Als ik zo'n ding zie, jongen, het is echt raar dat dit zo donker en donker is ofzo. Ik vind hoe dat voelt, vind ik heel. Ja, van, je kan erin knijpen, maar ja, ook niet zo lekker zacht. Het klinkt ook raar, hè? Aubergine. Oh, het klinkt. Ik denk het woord aubergine. Sorry, is het gewoon een soort van bal? Is het een hond? Nee, een soort ASMR. Dat slaat helemaal nergens op wat ik nu aan het doen ben. Als jij bij de koning geroepen zou worden. Koning? Ja, King Arthur. En die zou tegen jou zeggen, Koen, ik wil een verhaaltje horen. Vertel mij je mooiste ridderverhaal. Gewoon het verhaal waarvan hij denkt, wauw, wat een mooi verhaal. Dat wordt dan dus verteld. Maar eigenlijk een soort heldverhaal. Ik heb een verhaal, jongen. Heb je een verhaal? Ik heb een heldenverhaal. Ik heb een leven gered. Heb je een leven gered? Ja, ik heb een leven gered. Wanneer heb je een leven gered? Ja, dat ga ik je dus nu vertellen. Ja, oké. Dan ga ik ondertussen de pan met wat olie voor het warm. Het hoeft niet te veel te zijn. Het is alleen aan het begin voor het fruiten van het uitje. Ik zat eens een keer in een restaurant. Ik denk dat dit een jaar of 10 geleden was. Ja. Dat was dus een van de vele levens die ik heb gered, uiteraard. Ja, ja, ja. En ik was denk ik een jaar of 12. Er komt niet een anticlimax dat het een vliegje was of zo, hè? Nee. Een mensenleven heb ik gered. En zoals je weet, ik ben niet vies van een lekkere kaas tengel. Nee, klopt. Helaas maakte het niet vandaan dat je mijn dag helemaal goed gemaakt. Nou, en ik was lekker die kaas tengels aan het eten. Ja. Nou jongen, en ik stop er één in mijn mond. En ik slik hem door, maar ik heb het kaas nog niet goed gekauwd. Dus die kaas blijft hangen in mijn keel en ik kan niet meer ademhalen. Dus ik zit zo... Ja. En ik dacht van, dit is het. En toen heb ik zelf, met mijn vingers in mijn keel, zo die kaasstengel zo eruit getrokken. En toen kon ik weer ademen. En daardoor heb ik dus een leven gered. Ja, wel mijn eigen leven, maar wel een leven gered. Als koning goedgekeurd. Wat een verhaal, zeg. Wat een verhaal. Wat een verhaal. De aubergine is lekker aan het bakken. Nou, dat mag ik zeggen, ja. Dat doen we in een paar minuten. Dan voegen we de paprika toe. Wat zijn dit dan? Zwarte olijven. Dat zijn zwarte olijven. Oh ja. Hey, het gaat me niet hard genoeg. Het hoeft ook helemaal niet hard te gaan. Dan is het goed, dan gaat het precies goed. Jezus. Komijnzaad, goed roeren Koen, goed roeren. Komijnzaad is fantastisch, het is zo lekker, het is rijk van smaak. Je hebt nu gemalen komijnzaad, probeer ook met ongemalen komijnzaad. Dan moet je dat als eerste in de pan doen en lekker roosteren. Maar dat heb ik nog nooit gedaan, dus dan zie ik alweer dat het fout gaat. En is het hele gerecht bij de stap 1. Verpest, een beetje cayennepeper. Is het goed aan het bakken? Het is fantastisch aan het bakken. De volgende stap, tomatenblokjes. Oh, dat vind ik altijd lekker. Hatsa. Goed roeren. Ja, nu is het dus echt gevaarlijk aan het worden. Oh ja. Nee, maar dat is inderdaad waar, want voor je kleding moet je niet doen. En ik heb gewoon keukenschorts. Dat is helemaal onderdeel van de branding. Dat heb ik helemaal vergeten. Ik heb het even wat zachter gezegd. Okay, nu moet het dus gaan pruttelen en gaan stoven en gaan roken en alles. De groenten die zijn gebakken. Dat heb je allemaal fantastisch gedaan. Nou, dankjewel jongen. Jij ook, toppetje. Wat olijfjes. En moet jij even denken van, moeten er meer olijven niet? Denk aan de smaak normaal gesproken. Als je een hapje neemt, is alles goed verdeeld. Dat is goed. Ja? Dat moet ook niet te veel, anders proef je alleen maar olijven. Olijf is een beetje... Als je te veel olijven hebt, smaakt alles naar olijf. Net zoals mensen... Hé, luister. Als jij sushi gaat eten ergens... Dat doe ik
lekker ook. Op met die sojasaus. Dat doe ik ook. Mensen die janken gewoon, die hebben dan zo'n sushi. Oh, lekker, sushi. En dan BAM! In die sojasaus. Nou, er is heel dat ding. Vis moet zwemmen. En dan laten ze het liggen. Vis moet zwemmen. Tot het helemaal volgezogen is. Een beetje wasabi in die sojasaus. Ja, en dan is het echt super lekker. Want dan, zeg maar, maakt niet uit welke sushi je koopt. Ik zou gewoon nog een koops nemen, want alles smaakt toch naar sojasaus. Klopt. Nou, ik moet zeggen dat wij soms sushi besteld waar het echt wel nodig was. Ja, dat is wel waar. Ja. Zoals ik al zei aan het begin, het moet stoven. Het moet een beetje gaan stoven, want het is natuurlijk een middeleeuws stoven. Wat is stoven? Stoven is het proces waarin een gerecht wordt gestoomd en gekookt dat soms heel lang in beslag kan nemen. Ah. We hebben nu alle kruiden toegevoegd, tomaatsaus toegevoegd, dus dat zuigt zichzelf vol. En het laatste element dat wij toe gaan voegen aan het gerecht voordat het gaat stoven, zijn de eitjes. Oh ja, dat is lekker. Je pakt een lepel, een lepel. En je maakt, terwijl dus het vuur dus laag staat, een paar gaatjes in de pan. En wat je dan doet, even die gaatjes voordat hij dan weer loopt. Leg hem er zo in. Ja, maar echt, dat ik echt... Eitje, breken. Dus jij flikkert nu een rauw ei tussen het fantastische ding wat ik net gemaakt heb. Ja, maar dat gaat dus stoven. Nu. Dus wachten, want we moeten gaan stoven. Kan je de, ik heb allemaal rauw ei in handen. Kan je de andere pan pakken? Kan je die daar ondersteboven opzetten? Kijken of dat... Niet past. Dat past niet. Nee. Dit wordt echt de meest creatieve oplossing voor het stomen ooit in de geschiedenis. Iets wat handiger is, koop gewoon een deksel voor je pan. Ah! Dat. En dit werkt. Niks meer aandoen. Maar dit werkt niet. Dit werkt niet. Wat is aan het stomen? Stoven. We zeggen ook stoven. We gaan de feta gaan we snijden, zodat we dat aan het einde kunnen brokkelen. Oh ja, lekker brokkelen. En de flatbread in de oven. Ja, maar dit moet wel even staan. Oké, hoe lang? 20 minuutjes. 20 minutes later. Ja? Wat is het? Etenstijd. Het heeft flink lopen stoven. Stoven? Niet stomen. Niet stomen. Stoven. Stoven. Het werkt dus heel goed als je een pan hebt die dicht is. Dan stooft het beter. Maar bam, bim bam boem. De eitjes lekker, zijn gaar. Dat is ook het moment waarop het eigenlijk... Verduidelijk wel even uit. Nou echt, het komt echt terug. Ja? Ja, het komt echt terug. De vet hebben we eroverheen gebrokkeld. Dat smelt een beetje en behoudt wel zo voor. Heb je dat? Ja. Zo. Hoe gaat het met dat flatbread? Nou, plat zeg. Hé, hey, lekker man. Ik heb zin man. Lekker flatbreadje man. Hartstikke idee. Biemen de bammen de boom boom. Dan kunnen we gaan opscheppen. Oké, ik heb echt veel geld. En nu dan eindelijk dat biertje? Wil jij een biertje? Ja, heb jij... Ja, ik moet rijden ofzo, maar wil jij een Goois biertje? Een Goois biertje? Ja. Oh, lekker. Kijk eens. Nou, bijna twee vingers. Fantastisch, je hebt het goed gedaan, jongen. En je hebt ook heerlijk gekookt. Er is niet zoveel wat je aan kan verpesten. Het zou nog fijner zijn als je dus kan stomen. En dit is een shakshuka. Wat eigenlijk uit het Midden-Oosten komt, maar in dit geval uit de middeleeuwen, want het is stoof. Oh, het komt helemaal niet uit de middeleeuwen. Uit het Midden-Oosten. Ja, ja, maar... Nee, maar als je dus stoofvlees hierbij zou doen, dan is het ineens stoofgerecht dat aten ze in de middeleeuwen. Maar is het nu goed gestoomd? Het is goed gestoomd. Ja, fout! Ah, nee. Hadden we het over hebben, mensen. Hadden we het hebben te pakken. Wij gaan lekker eten. Ik heb dit vaker gemaakt, dus ik weet hoe het smaakt. Vergeet vooral dat het niet dat komijn staat. Dat is echt heel lekker. Mmm. Oh, echt lekker. Mmm. Wij eten het nu met mes en vork. Dat hoort natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Je wordt eigenlijk de ene als rotti. Ja, een soort van wel. Kan je niet koken, weet je niet waar je moet beginnen. Perfecte recept, je kan hier niks aan verpesten. Oh. Het is gezond als je het flatbed weglaat. Geen koolhydraten erin. In ijs is geen koolhydraten. Nee, in het ei geel wel een beetje. Nou, dus je liegt eigenlijk. Koolhydraatarm. Dat is beter. Ja, voordat mensen dood gaan. Arm is zeg maar dat mensen weinig hebben. Dat weet je natuurlijk niet. Nou, wat is dat dan? Dat is het tegenovergestelde van wat jij hebt. Oh, oeh, dat is echt heel vervelend als je dat hebt. Mensen, heel erg bedankt voor het kijken. Blij dat we ze top zijn. Vergeet niet om The Green Knight te checken op Prime Video. Kijk hem, geniet ervan, absorbeer het. Mm. En laat me vooral weten wat je van de uiteindelijke conclusie vindt. Want ja, dat is iets anders dan je had verwacht misschien wel. Als je nu de stream op Prime Video, vergeet niet om te abonneren op dit kanaal. Volgende week weer een nieuwe Koken met Roelie, de filmeditie. Koen, hartelijk dank. Hey jongen, fantastisch, ik vond het gezellig. Dank je wel en lekker eten. Dus thanks. Maat. Gabber. Doei doei.